Wat we eigenlijk doen is de zorg heel erg naar huis brengen. Want we weten voor elk gesprek weten we eigenlijk al de informatiebehoeften en van de patiënt en van de zorgverlener. En wat wij doen is voor elk gesprek die hele informatiebehoefte vervullen, reeds in de thuissituatie. Dat betekent dat het gesprek, als die nog plaatsvindt, op een veel hoger niveau is. Maar het kan ook zijn dat die dus niet plaatsvindt, omdat iemand helemaal volledig is voorgelicht en er eigenlijk geen gesprek meer nodig is. En dan kan je door naar de volgende stap. Het is vooral dat Duitsers, om heel eerlijk te zijn, zeggen van, maar ik kan de wet niet veranderen. Dus ze veranderen moeilijker dan Nederlanders. Aan de andere kant, ook daar gaat het langzaam en heeft ze tijd nodig. Volgens mij lopen die gewoon iets voor en gaat het hier nu de komende periode gebeuren.